Hallo allemaal en welkom bij mijn allereerste kookvideo. Ik ben een beetje zenuwachtig, want ik wilde het al een paar dagen doen, maar ik durfde het ook niet zo goed. Maar we gaan vandaag gewoon aan de slag en we zien het allemaal wel, hebben we besloten. Dus ja, welkom. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je een vegan crumble met peer, framboos en kokos kan maken. Deze combinatie zorgt ervoor dat hij echt lekker zomers is, maar mocht je bijvoorbeeld niet van kokos houden, dan laat het lekker weg. Het recept verandert verder niet en hij is net zo lekker. Dus alles oké. Okay. Hij is vegan trouwens, omdat ik de roomboter heb vervangen door vegan boter. Mocht je dit nou niet in huis hebben en niet meer naar de supermarkt willen, of je kookt niet vegan, whatever, dan kun je gewoon roomboter gebruiken. Het recept blijft helemaal hetzelfde, alleen waar ik dan de vegan boter toevoeg, moet je dan gewoon normale roomboter toevoegen. Easy peasy. Ja, laten we gewoon aan de slag gaan en dan zien we het wel. Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden, of jullie meer video's willen zien, of dat ik er maar beter helemaal mee kan stoppen. Ja, het is allemaal nog een beetje spannend, maar erg leuk. Dus enjoy.
Nou, dat was hem, mijn allereerste video. Het is nog steeds een beetje gek, maar wel echt ontzettend leuk. En ik kan ook niet wachten om er nog meer te gaan maken en jullie allemaal lekkere recepten te laten zien. Mocht je in de tussentijd nou deze crumble gemaakt hebben, laat het me dan even weten. Dat vind ik altijd erg leuk om te zien. En tot de volgende keer.